De zwaarste tegenstander op de Spelen zal ik zelf zijn, maar de ambitie is goud en ik ga voor niks minder dan dat goud. Dag 2 van het EK. Nog 2 dagen voor ik moet vechten dus. Hier zie je mijn plaatje waar ik heb kunnen trainen. Het EK was een speciale wedstrijd voor mij. Misschien de meest unieke competitie die ik ooit heb gehad, omdat ik nog nooit zo'n lange periode geen competitie heb gedaan. Bijna 9 maanden zonder op de wedstrijdmat te staan. Hier zijn we dan een paar dagen na het EK. Voelt toch een beetje zuur aan. Als je als titelverdediger en nummer 1 van de wereld naar daar gaat, verwacht iedereen dat je met goud terugkomt. En als dat niet zo is, dan heb je gefaald. Ja, ready for this.